Als ik nou uh, kijk naar jouw betoog, Papijn, is dat jij je altijd zo enorm druk maakt om de staat van democratie. En dat is opvallend, want jullie partijen worden natuurlijk vaak verweten ja. uh, juist uh, een aanval op de democratie te zijn door jullie tegenstanders. Ja. Wie ja, ja, dan ja, ja, dus ja, ik stop. wel. maar. Ja voor, ja, voor mij is dat ook eigenlijk. Een, een... Zo worden we natuurlijk gevreemd, ja, dat zie ik. Maar voor mij is het ook een raadsel. Want. Uh, wij, wij, wij komen voor al die oude grondrechten en principes in de democratie op voor zover ik weet. En inderdaad, zo worden we dan neergezet als een bedreiging. Ja, voor het systeem zijn we een bedreiging. Maar dat is niet hetzelfde als dat we een bedreiging zijn voor de democratie. Dus nou, Vartel is niet blij met ons. Volgens mij ja. is het zo. Dat, ja. uh, wij zijn een bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Hè? Zo wordt het vaak gezegd. Mm -hmm. um, maar het begrip democratische rechtsstaat is inmiddels uitgebreid met. dan hoor je dus ook te geloven in uh, het levensgevaarlijke klimaatverandering ja. gebeuren. Dan hoor je ook te geloven in de goede kant, of alleen maar het goede eigenlijk, van massa-immigratie. Dan hoor je ook te geloven in het, het, ja, het grote heil van de EU. Dan hoor je ook te geloven in het feit dat, dat supranationale organisaties eigenlijk altijd beter zijn, want het is wereldwijd, op slotverrekening. Dan hoor je ook te geloven in het grote gevaar van Rusland, waar we ons allemaal te, tegen het weer moeten stellen. Dat zijn allemaal Onderdelen in het nieuwe denken, wat mij betreft. van de democratische rechtsstaat als geheel. En als je dat soort dingen afwijst. Uh, dan ben je de democratische rechtsstaat aan maar, het Maar dan, dan beschrijf je eigenlijk een totalitaire ontwikkeling. Je zegt er is nog maar één waarheid. en als je die niet onderschrijft. dan ben je gevaarlijk. Ja, daar komt het in wezen op neer. Maar ik denk echt dat. Dit soort dingen die ik nou schetste, die worden gezien LGBTQI niet te vergeten, hè, als, als een logische ontwikkeling. Uh, die je vroeg bij de kinderen duidelijk moet maken. Al die zaken, die worden gezien als iets wat hoort bij de moderne democratische rechtsstaat van vandaag. Mm. En als je daar tegen bent, ben je eigenlijk de democratische rechtsstaat aan het afwijzen. Ja, ja, ja. En dan ben je antidemocratisch. Zo, zo ziet men het volgens mij echt.